Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag filetblokjes maken. Dit zijn het is niets anders dan stokjes en losse. En het zijn groepjes van 7. En het is wel mooi om te beginnen voor een dasje voor Queensdag. Ik heb hier al een opzetje gemaakt, maar we gaan dadelijk samen opnieuw beginnen. Ik heb de Saskia wol van de Vibra gebruikt. En hier staat op naald nummer 4 tot 4,5. Maar ik heb naald nummer 6. En omdat het deelbaar is door 7. En je wil, als je deze das wil maken en je wil 1, 2, 3, 4, 5 blokjes maken. Dan moet je... Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5 keer 7 opzetten. En we gaan beginnen met de opzetlus. Misschien makkelijker als je het geen afleiding hebt. 5 keer 7 losse zet je op. Je telt gewoon tot 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan tel je nog een keer tot 7. Dat is de tweede keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dat is de derde keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De vierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is de vijfde keer. Nou, dan heb je hem lang genoeg voor een das. Ik kan hem nog even meten. ...22 centimeter, dan doe je er 3 lossen bij voor de opzetlus en je steekt in de vierde vanaf de naald, dus dit is de eerste, tweede, derde en dit is de vierde, omhalen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nog een keer, 1, 2, 3, 4. En je steekt hem in. Dus dit telt het eerste stokje en is dit het tweede stokje. En we moeten in totaal op 7 stokjes komen. Dus dit is de derde. En de vierde. En de vijfde. Drie, vier, vijf, zes, zeven hebben we er nu. Dan pak je 1 losse en je slaat 1 steek over. Dus deze sla je over en dan pak je de daarop volgende. En dan moeten we 4 van die blokjes maken. Dus pak nog een losse, je slaat er 1 over. Eén losse. Met 1 overslaan en 1 stokje. 1 losse, 1 overslaan en 1 stokje. 1 losse. En we zijn er eigenlijk al, dus die losse moet je terughalen, niet nodig. En dan ga je weer in totaal 7 stokjes. Twee, drie, vier.
5. Zes. Zeven. En dan ga je weer die blokjes van 4 maken. Dus een losse, je slaat er een over. En een stokje. Een losse, je slaat er een over. En een stokje. Een losse, je slaat er een over. En een stokje. Dan kijk je weer of je 4 openingen hebt. Je moet er nog 1. Een losse, je slaat er een over. En een stokje. En dan ga je de laatste 7 stokjes maken. Drie, zes, zeven. Dan doe je weer 3 lossen. En je keert het werk. En het werk keren doe je met deze vastpakken en je draait hem. Dan ga je weer 7 stokjes maken. 7 en dan ben je weer bij die rij van die blokjes. En dan pak je een losse en dan steek je een stokje op het volgende stokje. En dan weer een losse en dan weer het stokje bovenop het stokje. En een losse. En een stokje bovenop het stokje. En nog 1 losse en bovenop het stokje. En dan weer in totaal 7 stokjes op de stokjes. En dan ben je weer bij de blokjes en dan doe je weer een losse. En een stokje op de stokje. En weer een losse. En een stokje op het stokje. En een losse. En een stokje op het stokje. En dan ben je weer bij nog een losse. Ik dacht dat we er al waren, maar bijna. En dan 1, 2. Vier, vijf, oh, wel dubbel pakken. Als je hem nu niet dubbel kan pakken, dan ga je even met het puntje van je haaknaald hierin en dan steek je makkelijker door. En op het einde steek je op de derde losse van de begintoer en dan maak je een stokje. En dan doe je weer 3 lossen. En je keert het werk. Kijk, en zo krijg je die filetblokjes. Als je nu gaat verspringen, zoals je het hier zo ziet. Dus als je die filetblokjes nu helemaal klaar hebt. Hè, dus die 4, dan moet je 4 omhoog. En als je die 4 klaar hebt, dan begin je dus de volgende toer op die vaste. Weer gewoon met een stokje, een losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse. En dan zet je bovenop die vierkantjes weer 7 stokjes. En dan doe je het ene stokje in die opening. Nou, succes met filetblokjes haken. Dankjewel voor het kijken. Graag abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik hoop tot de volgende keer. Dankjewel.